Ik wil zometeen wel met jou praten over jouw inzamelingsactie, want ik wil je graag helpen. En ook vanuit de foundation. Nee, niet haar, alsjeblieft. Ik wil je echt graag ondersteunen. Ook persoonlijk, je familie gewoon, echt. Ik wil er voor je zijn. We gaan helpen waar we kunnen. Ja, zeker, zeker. Welkom bij deze speciale aflevering van Spot On. Deze hele aflevering staat in het teken van de aardbeving die heeft plaatsgevonden op 6 februari in Turkije en Syrië. Inmiddels zijn daar duizenden mensen overleden en miljoenen mensen zijn getroffen door deze aardbeving. Ja, zo ook de familie van Gamze en Merve. Nou, hier in Nederland zijn zij allemaal inzamelingsacties gestart en vandaag zijn ze hier bij ons om daar alles over te vertellen. Merve, Gamze, ontzettend goed dat jullie er vandaag zijn. Jullie hebben beide familieleden in het getroffen gebied. Daar gaan we het vandaag over hebben. Merve, ik wilde bij jou beginnen. Op wat voor manier is jouw familie getroffen door deze ramp? Een groot deel van mijn familie woont in Hatay, Antakya. Mm-hmm. Een deel heeft het helaas niet gered en ligt nog onder het puin. En een deel is gelukkig veilig en is in een andere stad nu of wacht nog op hulp in Antakya. Ja. Mag ik vragen welke familieleden je bent verloren? Ooms, neven, neefjes. Hoe kwam het nieuws tot jou dat dit hier speelde? Het was maandag. Ik maakte mij klaar om naar stage te gaan. En ik zag een berichtje op mijn telefoon, Turkije, aardbeving. Ik dacht, oké, ik kijk er zo wel even naar. Mm-hmm. Toen werd ik gebeld door mijn zus. En zij belde mij huilend op. Ze zei, er is een aardbeving gebeurd, weet je dat? Ik zei, ja. Ze zei, maar weet je ook dat het heel zwaar was? Mm-hmm. En dat alles kapot is. En dat onze familie geen huis meer heeft. En er heel veel doden zijn. Toen raakte ik in paniek. Mm-hmm. Ik hing op en probeerde mijn familieleden te bellen, maar ik kon ze eigenlijk in eerste instantie helemaal niet bereiken. Ik stuurde appjes, die appjes kwamen niet aan. De volgende dag belde ik mijn zwager en die nam wel op. En hij zei... Neem je tijd. Is oké. Hij zei, ik zei, zijn jullie oké? Hij zei, wij zijn oké, maar er zijn heel veel familieleden overleden. Mm. Wat ging je door je heen op dat moment? Ja, ik kon niet stoppen met huilen. Nee. Ik wilde daar naartoe gaan, maar wat moet ik daar doen? Mm-hmm. Hoe was het op dat moment met jouw zwager? Hoe kan je iets zeggen van de situatie op dat moment daar? Het was een kort gesprek. Mm-hmm. Hij zei, ik moet verder. We spreken elkaar later. Ja. Dus ik had op dat moment niet meer nieuws. Je zat ook heel erg in onzekerheid, begrijp ik. Ja. Ja. En daarna? Heb je daarna nog familieleden kunnen spreken misschien? Of? Een dag later had ik ook mijn nicht gesproken en een andere oom. Mm-hmm. En die waren oké. Mijn nicht is nu in een andere stad met haar familie. Maar mijn oom bleef achter om dus de overledenen op te graven. Ja. Ja, ontzettend heftig. Ik kan me daar echt niks bij voorstellen. Hoe was dat voor jou? Wat was het moment dat jij het nieuws zag? Ja, voor mij was echt, mijn telefoon was ontploft omdat ik voor een foundation werk. Of ja. Als vrijwilliger ben bij een foundation. En onze groepschat was helemaal ontploft met de aardbeving en drong nog niet tot me door waar een welkomgeving. Dus wij zijn toen met mijn man gelijk alle beeldmateriaal hebben wij klaargemaakt om online te gaan met noodhulp. En ja, ergens in de middaguren hoor ik, ja, vrienden van familie, mijn beste vriendin. Ik dacht, oh, ik moet haar nu bellen. Ik weet niet hoe haar familie daar is, want zij komt uit Malatya. Mm-hmm. En echt heel veel. Mijn moeder
ook helemaal in paniek. Ze kan niemand bereiken. Ik heb me op een gegeven moment, heb ik dat stukje geblokkeerd van mij. Van oké, ik ga te veel mee in die emoties en ik moet wat doen. Ja. Ik moet echt wat doen en ik wil wat doen en ik kan niet stilstaan. Want wat Merwe zegt, je wilt daar zijn, mm-hmm. maar daar kan je niks. Dus wat kan ik vanuit hier doen? Ja. En wat zij zegt, niemand krijgt contact met mensen. Nee. En mijn vriendin zei, onze familie is wel ongedeerd, mm-hmm. maar ze kunnen niet thuis verblijven. Ze moeten nu naar tenten. Oh, ja. En het is hartje winter. Want weet je hoe zij op dit moment dan daar leven, hoe dat eruit ziet? Wel en niet, zeg maar. Ik heb wel beelden gezien, mm-hmm. maar niet specifiek of zij. Het zijn zeg maar algemene beelden. Ja. Het zijn gewoon tenten. Het is koud, iedereen is vies, ze zien er vies uit, ze kunnen zich niet verschonen, ze kunnen niet naar de wc. Ja, het is gewoon een rampgebied, het lijkt op een oorlogsveld. Dus, wat doet het met je als je naar die beelden kijkt? Heel veel. Ik kan niet ademen als ik eraan denk. En als ik ze zie is het nog helemaal erger, want ik ben echt dankbaar dat ik wel mag zijn op een plek waar ik ben. En ja, het is echt een domino effect, want dan ben je bezig voor hun hier en dan word je moe en dan denk je, zij hebben geen eens, zij kunnen niet eens uitrusten, ze hebben geen warm bedje, ze hebben van die kleine dingen ga ik me realiseren, maar dat geeft mij wel de drive om door te gaan voor hun. Want ik denk van, ik ben kapot, ja, maar zij zijn erger. Ik kan het even relativeren. Ja, en dan aan het einde van de dag, na mijn alles wat ik dan heb gedaan voor hun, dan begint het ook. Dan is het gewoon helemaal verdrietig en dan huilen. En als ik dan echt, vooral als ik in de douche zit, dan drinkt het zo. Het is gewoon een klap, weet je. Je bent hier goed bezig, oké, alhamdulillah. Maar er is gewoon een realiteit wat je ook even moet verwerken en beseffen. En ook weer tot je moet opnemen. Want daarvoor doe je het. Ja, Merve, wat mij heel erg is bijgebleven toen wij elkaar al even spraken voordat je vandaag hier was, was dat je zei, ja, dat gesprek met jouw zwager, dat deed jou zoveel. Hoe voelde het voor jou op dat moment dat je wist, hij is daar en ik ben hier? Ja, ik voelde me schuldig. Van waarom heb ik wel een veilig huis, een warm bed en hij niet? Zou je daarheen willen nu? Mijn eerste reactie was om daarheen te gaan om te helpen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het beste is om hier te blijven, want ik ben hier nuttiger dan daar. Ja. Mijn lieve vriendin heeft een website gelanceerd voor mij, voor mijn familie. Mm-hmm. Het heet helpknol.nl en daarmee verzamel ik geld in om de familieleden die getroffen zijn door de aardbeving te helpen. Ja. Ik wil zometeen wel met jou praten over jouw inzamelingsactie, want ik wil je graag helpen. En ook vanuit de foundation. Nee, niet haar, alsjeblieft. Ik wil je echt gelijk graag ondersteunen. Ook persoonlijk je familie gewoon, echt. Ik wil er voor je zijn. We gaan helpen waar we kunnen. Ja, zeker, zeker. Brengt ze niet terug, maar het helpt wel je familie die daar nu is. Stel dat ze daarheen zou willen, of jij, zou dat überhaupt kunnen? In ieder geval van wat ik heb begrepen, niet. Je mag daar niet als, niet als burger rondlopen. Want ondanks het feit dat jullie je hier heel erg inzetten in Nederland, jij hebt een oom, begreep ik, die daar nu ter plekke aan het helpen is? Ja, mijn oom is mijn werker in Somma. Mm-hmm. Hij is mijn deskundige. En hij is met zijn team vanuit daar naar Adiyaman gegaan. En zij helpen ook echt mensen uit, ze redden gewoon levens. En wij krijgen dan in onze familiegroepsapp echt berichtjes van hem van, we horen twee stemmen, maar we komen er niet bij. Of we hebben net weer een kindje gered. Of beelden dat ze dan een man aan het redden zijn. Want je liet mij al een klein stukje zien. Kunnen we daar even samen misschien naar kijken? Ja. Dan zo. Ze hebben een man serum gegeven. Ja. En zo'n nek. Oh ja, ik zie het, ja. Ja. En ze proberen hem rustig stapje voor stapje eruit te trekken. En hij wil vasthouden aan de zijkant van waar hij is. En iedereen schreeuwt op een gegeven moment van niet vasthouden, niet vasthouden, want het kan storten. Oh ja. Ja. Dus dan komt er op een gegeven moment iemand van leun op mij, leun op mij. Ja.
En weet je, rustig. Wat doet het met jou als je dit ziet? En dat is jouw familie die daar aan het helpen is. Ik heb respect voor mensen die daar zijn, want ik zou het niet kunnen. Want dit zijn levens die hij redt, maar de beelden die hij ziet. Hij post niks naar ons, of hij stuurt niks naar ons van de lijken die hij vindt. Dus Ik vind het heel krachtig van hun dat ze dat kunnen doen. En ik vind het heel sterk en dapper. Ja. En heel mooi tegelijk. Want dit zijn de mooie kant van het verhaal, maar... mensen zijn daar gewoon gecrashed. Mm. Ze zijn gewoon, hun gezichten, hun lichaam zijn gewoon vanished, weet je. En die beelden zien zij ook. Yeah. Wat al die mensen die daar nu, los van mijn oom, iedereen die daar nu aan het helpen is, die zijn aan de ene kant, zijn ze iets heel goeds aan het doen. En aan de andere kant lopen ze ook zelf trauma's op. Ja, er worden natuurlijk wel ontzettend veel beelden gedeeld nu. Echt ja, de meest heftige dingen. Is het goed dat die dingen worden gedeeld, denken jullie? Ja. Ja. Ik vind dat het onder de aandacht gebracht moet worden, zodat er heel veel geld ingezameld kan worden. Ja. Dus het is belangrijk dat het in de media komt. En daarom zit ik hier ook. Ja. Heb je een beeld wat je heel erg is bijgebleven van wat je hebt gezien? Ja, één foto van een vader die gehurkt zat met... Hij hield de hand vast van zijn overleden dochter onder het puin. Oh ja. En daarboven zag je een oude foto van hun twee. Ja. Ja. En jij, Gemse? Ja, bij mij is echt het beeld gebleven, maar het brak ook zo mijn hart. Een vrouw die in het ziekenhuis is ook natuurlijk gestort. Het was aan het bevallen. Oh ja. En ze hebben dat kindje gewoon uit haar benen gered. En die vrouw is gewoon overleden, maar hoe ze dat kindje omhoog halen. Naakt, weet je. Heel mooi, maar heel pijnlijk. En ja. Dat was echt wel gewoon van... Ik ben wel gechoqueerd met zoveel. En dat was wel echt van, wow. Het is gewoon te heftig. Want dat was echt mijn eerste babykindbeeld die ik zag. Ja. Los van al die dingen. Maar ik schrok er zo van. Is dat oké dat we dat delen? Ik denk dat het... De beelden zijn... Sowieso heel verschrikkelijk. Mm. Maar het is belangrijk om het wel te delen. Want dan zien mensen dat kinderen en alle andere mensen het heel moeilijk hebben daar. Ja. En dat er hulp nodig is. We kunnen niet Instagram-proof maken, weet je, wat er gebeurt. We kunnen het niet bewerken en mooier maken dan het is. Nee, want het is een vreselijke situatie. Yes. En als wij het erover hebben, dat zijn natuurlijk ook beelden die ons het meest zijn bijgebleven, als ik het zo hoor. En hoe traumatisch het ook is, weet je, het is een realiteit. Ja. En voor de mensen die het niet willen erkennen, prima, maar... We kunnen het niet social proof maken, want wat er gebeurd is nu, heel erg klaar. Wat kunnen wij hier vanuit Nederland nog doen voor de mensen daar? Het beste is gewoon echt geld doneren. Dan weet de Turkse overheid wat ze met dat geld kunnen doen, waar het nodig is. Ja. Als er sanitaire voorzieningen nodig zijn, dan kunnen ze dat geld daarin leggen. Want wij weten niet zo goed waar ze daar behoefte aan hebben, nu op dit moment... Eerst is er heel veel behoefte aan Pampers, dan is er een overvloed aan Pampers, dan is het niet meer nodig. Dus wat ik denk is dat het beste is om geld te doneren. En dan mogen zij beslissen wat nodig is. Ja, want ik weet dat jullie je beiden ook hier in Nederland heel erg inzetten. Op wat voor manier doen jullie dat? Ik heb voor mijn familie een website opgezet, helpgunal.nl. En verder draag ik bij aan het verzamelen van medische goederen voor een veldhospitaal. Ja, met Kemse. Ja, ik ben vrijwilliger bij El Ghatab Foundation in Nederland. En wij hebben als eerst in samenwerking met IHH geld gestuurd, omdat IHH als eerst op het rampgebied was en kon zijn. Daarnaast hebben wij dus noodhulp ingezameld, zoals inderdaad Pampers, babybillendoekjes, maandverband. Want ik hoor je zeggen bijvoorbeeld maandverband, is dat iets wat misschien een beetje vergeten wordt ook nu? Ja, want jij wil geen vrouw zijn op dat gebied nu, op het rampgebied. Je kan je niet verschonen, want er is geen water. Je bent misschien aan het menstrueren. Er zijn geen wc's daar. En... Maar dit is, wat wij nog doen, is dit is noodhulp. Vandaag gaan onze vrachten richting Turkije. En daarnaast zijn we ook tegelijkertijd bezig met
werken aan een herstelproject. Ja, en wat nu, kijk, nu is natuurlijk echt noodhulp. Maar we zullen straks ook naar de toekomst moeten kijken, want dit is natuurlijk nog lang niet voorbij. Het begint eigenlijk pas. Mensen hebben straks een trauma wat ze moeten verwerken. Wat je zegt, ze hebben niet eens een huis. Kunnen we daar nog in iets betekenen voor nu? Mensen moeten hun leven weer opbouwen. Dus ja. Ze hebben nieuwe huizen nodig, nieuwe scholen nodig, nieuwe ziekenhuizen nodig. Ja. En dat moet allemaal gebouwd worden. En dat kost geld. Dus als je iets kwijt kan, alsjeblieft doneer. Ja, zeker. Dat Want, is denk ik nu het belangrijkste. Ja. Belangrijkste en het werken aan herstel, dus hun huizen, dus bouw containerwijken. Ja. Dus kan je wat kwijt, doneer daaraan en dan werk je inderdaad aan een nieuw leven voor hun. Ja. En dan werk je aan een toekomst voor hun. En ja, het is hard nodig. Die donaties hebben we gewoon hard nodig. Ja, en ik denk meerdere zijn jullie ook ontzettend dankbaar daarvoor dat jullie je zo inzetten. Wij zijn hen ook dankbaar. Ik ben hen zo dankbaar. Iedereen die zich heeft ingezet, gesteund, gedoneerd. Ik dank iedereen. Ja, ik ben echt super. Ik ben mensen zo dankbaar. Ik ben eerst Allah dankbaar. En daarna ben ik mensen zo dankbaar. Want en iedereen onderschat zijn of haar donatie. Ja. Al is het één pakje Pamper of een euro. Het is echt zoveel. Dus het is echt hartverwarmend. Echt vooral de steun. Dank aan iedereen. Ja, echt super. Dank jullie wel. Ja, echt dank jullie wel. Echt. Ook even een bedankje misschien voor de mensen die nu kijken en hebben gedoneerd. Ik wil jullie in ieder geval ook ontzettend bedanken dat jullie hier vandaag waren. Ik vind het heel dapper dat jullie je verhaal hebben durven delen. Ja, en jij als kijker, je hoort het, alle donaties zijn op dit moment welkom. Dus als je iets kan bijdragen, doe dat vooral. Er zijn heel veel mensen die ook acties zijn gestart. Daarvan delen we een aantal op onze Instagram, dus check dat vooral even. En ja, dan wil ik de video afsluiten met dat ik alle mensen die zijn getroffen, dat ik aan ze denk. En dat ik iedereen heel veel sterkte wil wensen in de komende tijd. En dan zeg ik voor nu tot de volgende video. Ik wil jou knuffelen. Oh. Ja. Ik wil echt sowieso even contact met je houden. Ja, sowieso. Je nummer. Jij ook. Ja, jullie. Oh. Ja, echt.